welkom bij deze video. In deze video ga ik mijn studieroutine laten zien, als je het zo kan zeggen. Ja, ik doe namelijk een flexibele studie, wat ik zelf heel erg chill vind. En ik ga daar in deze video meer over vertellen hoe het tot nu toe bevalt, deze studie. En ja, ik ga gewoon een beetje laten zien hoe ik mijn tijd indeel als flexibele student. Want ik vind het zelf echt heel erg chill. Je moet wel echt discipline hebben af en toe, maar ik vind dat het wel waard. In deze video ga ik daarop in. Ik hoop dat je er wat aan hebt en dat je het leuk vindt om naar te kijken, natuurlijk. Het wordt gewoon een gezellige video. Ik zou zeggen, veel kijkplezier. Ja, het is vandaag dinsdag en het is tijd om een nieuw studieplan te maken voor nu. Want ik kan je vertellen dat ik vier weken niks aan mijn studie heb gedaan. Dus ik moet echt wel weer even wat gaan doen. Maar goed, ik deel het zelf in, dus het kan. Ik ga jullie er allemaal meer over vertellen. Ik heb de hele ochtend aan iets anders gewerkt. Een van mijn grotere doelen die ik heb voor dit jaar. En nu is het dus tijd om weer een keertje aan mijn studie te gaan. Want het is een tijd geleden. Dus ja, ik neem jullie gezellig mee. Laten we gaan beginnen. Muziekje aanzetten, dan ga ik even lunchen en dan ga ik jullie wat meer vertellen over de studie en ga ik een plan maken voor de aankomende weken. De geur van Shep maakt mij zo blij, ik weet ook niet waarom. Oké, voordat ik werkelijk ga beginnen aan het studeren, ga ik eerst even een stukje wandelen. Gaat fout. Ik vind het zelf altijd heel chill om na de lunch even te gaan wandelen. Dus dat ga ik eerst doen. Ja, en daarna ga ik echt een goed studieplan maken. Je kan het wel een beetje uitstelgedrag noemen, maar goed, dat maakt niet uit. Maar ik zal even vertellen wat voor studie ik doe. Voor als je het nog niet weet, ik zal het even kort uitleggen. Ik doe toegepaste psychologie bij Hogeschool NTI. En het is dus een flexibele studie. En dat houdt in dat ik zelf mijn tijd indeel. Dat ik zelf inplan wanneer ik mijn toetsen maak. Ik deel eigenlijk alles zelf in. Je bent nergens afhankelijk van. Je hoeft niet verplicht naar bepaalde colleges. En als het wel zo is, dan mag je ook zelf inplannen wanneer. Ja, dat is eigenlijk een beetje de studie die ik doe. Ik doe een paar modules eruit. Sociale psychologie, ontwikkelingspsychologie en algemene psychologie. En dat duurt ongeveer 1 schooljaar, maar je mag er ook langer over doen als je wilt. Maar ja, over het algemeen vind ik dit wel echt veel chiller dan een normale hbo-studie. Ja, ik ben een persoon die gewoon zijn eigen ding wil doen op dat gebied. Ik wil gewoon studeren wanneer ik dat wil en niet naar school moeten wanneer dat moet. Tot nu toe, het bevalt mij echt heel erg goed. Je moet wel echt alles zelf doen. Er zit niemand achter je aan om te zeggen van, je moet nu dit gaan doen, want letterlijk, je hebt niet een vaste docent of iets. Je doet het echt allemaal zelf, maar dat is juist wat ik heel erg fijn vind. Dat was even een kleine uitleg van wat ik precies doe. Ja, ik zal zo ook nog wel eventjes wat verder ingaan op hoe het mij tot nu toe echt bevalt en of het ook echt naar mijn verwachtingen is en hoe NTI ook bevalt. Ga ik ook nog even vertellen zo. Maar ik ga nu even wandelen, want daar heb ik zin in. En daarna gaan we een studieplan maken, want het is nodig. Want als ik dat niet doe, dan ga ik nooit meer wat doen. Floor moet ook even wakker worden. Floor! Ja! Het is alweer 2:30. Ik heb inmiddels wel genoeg uitstelgedrag vertoond. Ja, ik ga eindelijk doen wat ik moet doen. Ik ga een planning maken voor de module ontwikkelingspsychologie. Ja, ik was hier al een beetje aan begonnen, maar het is natuurlijk wel een heel dik boek. Dus je moet een beetje gaan inschatten hoe lang ik hiermee bezig ben. Dit is zeg maar je leeromgeving en dan staat hier zo wat je moet doen, welke week en zo. Maar dat kan je natuurlijk alsnog zelf indelen. Hier was ik aan begonnen, lezen en dan staat er tijd 5 uur. Lezen 2,5 uur. Nou, staat dus ongeveer een beetje bij hoe lang je er allemaal over doet. Ik moet altijd eventjes de motivatie vinden, want de leerstof zelf, ik vind het echt wel leuk. Maar plannen kost best wel veel tijd, want je plant natuurlijk heel je studie zelf. Ik heb er gewoon geen zin in vandaag. Ik heb er vandaag gewoon even geen zin in. Een goede student. Ik wil gewoon een duidelijk plan hebben voor mezelf, want ik heb nog totaal geen plan hoe ik dit allemaal ga doen. Dus laten we een plan gaan maken. Het moet toch een keer gebeuren, dus kan ik het net zo goed nu doen. Ook heb ik er nu even geen zin in, maar we gaan het wel doen.
zijn inmiddels een half uurtje verder, maar volgens mij heb ik best een goede planning gemaakt. Ja, dus globaal weet ik al wat ik in die week wil doen. En als het dan echt die week is, dan ga ik bijvoorbeeld op zondagavond of maandag een planning maken voor aankomende week hoeveel uur ik aan school ga zitten. En hoe ik die uren ga indelen. Dus dat is hoe ik het heb gepland. En ja, dat ga ik ook maar meteen wel doen na school natuurlijk. Want als ik dit wil halen, moet ik wel aan het werk. Dus laten we gaan beginnen. Oké, wat ik nu ga doen is samenvatten. En als ik dat heb gedaan, ga ik de opdrachten maken die erbij horen. Heel simpel eigenlijk. Ja, eigenlijk bestaat het grootste deel wel echt uit het samenvatten. Want je gaat gewoon het boek bestuderen. En ja, ik vind het zelf wel leuk. Ik vind het interessant wat er staat. Dus dat scheelt al als je gaat samenvatten. En ja, je ziet nu hoe ik daarmee bezig ben. Het is nu 4:15. Oké, het plan voor nu is om even te gaan editen. En als ik er klaar mee ben, dan ga ik niks doen. Ik heb echt heel veel zin om gewoon even niks te doen. Gewoon in mijn bed te liggen, een serie te kijken ofzo. Ik vond het wel een leuk idee om nog even wat te vertellen over of de studie is wat ik had verwacht. En ja, ik moet zeggen, het bevalt mij heel erg goed. Ik vind het echt heel erg chill. Zoals ik eerder zei, je moet wel echt alles zelf doen. Je moet echt de discipline hebben. En dat is soms lastig. Vooral als je wilt gaan beginnen, zoals wat ik vandaag had. Het is soms echt lastig om jezelf ertoe te zetten om gewoon te gaan beginnen. Maar ja, dat heb je denk ik met elke studie wel. Ja, alleen hier is er niemand anders die jou motiveert. Je moet het echt zelf doen. Persoonlijk heb ik geen contact met andere mensen die ook de studie doen. Ik had wel één keer praktijkdag. Dat was dan wel online. En toen heb ik wel wat andere mensen gezien en gesproken die ook dus deze studie doen. Maar het zijn zoveel verschillende mensen, dat is echt bizar. Sommigen die hebben al kinderen, anderen zijn al een heel stuk ouder, anderen zijn nog jonger. Echt, iedereen heeft zijn eigen verhaal en dat vind ik wel heel erg, vond ik wel heel erg leuk om toen te zien. Het moet dus wel echt bij je passen. Ik denk niet dat dit voor iedereen is. Ik denk echt niet dat iedereen dit chill vindt, deze manier van studeren. Maar als je bent zoals ik, dan zou ik het wel aanraden. En NTI zelf, ja, ik heb eerlijk gezegd echt bijna geen contact met hun, want... Je hebt niet één vaste docent of mentor. Je kunt ze wel altijd bereiken door ze gewoon te bellen of te mailen. Ja, het ligt er denk ik wel een beetje aan wie je aan de telefoon krijgt bij NTI. Want ik heb een paar keer gehad dat ik echt dacht van, oké, wat zegt zij? Dat was vooral aan het begin van de studie. Ik dacht van, oh shit, ik heb wel een goede keuze gemaakt. Maar ja, toen het eenmaal een beetje liep en toen ik er wat langer zat, toen kreeg ik eigenlijk alleen maar goede mensen aan de telefoon. Dus misschien ook net even wat ongeluk had met iemand die een beetje niet zijn dag had toen ik belde, precies. Maar oké. Tot nu toe vind ik het best wel gewoon prima geregeld. Ik heb vanuit hun ook niet heel veel verwachtingen. Behalve dat ik gewoon mijn ding kan doen en gewoon kan studeren. Dus ja, voor mij is dat prima genoeg, zeg maar. Ja, verder is het toch wel fijn om af en toe gewoon even ergens anders te gaan studeren dan thuis. Aangezien ik mijn werk ook thuis doe en mijn studie ook thuis, kan het zijn dat ik soms heel vaak thuis zit. En... daarom probeer ik af en toe gewoon naar Rotterdam te gaan of met iemand te studeren. Of een vriendin, gewoon ergens anders. Dat scheelt wel heel erg, vind ik. Ja, qua iemand vroeg ook een keer van, mis je dan niet het sociale gedeelte van studeren? Ja, ik snap wel dat je dat kan denken, maar ik ben eigenlijk eerlijk gezegd niet heel anders gewend. Want ik ben sowieso studiecommunicatie begonnen in lockdown tijd, wat niet leuk was. Ja, en toen we wel weer naar school konden, was het ook echt maar volgens mij 2 dagen per week of zo. Dus... en ja, dat vond ik dan ook niet per se heel bijzonder. Dus ik weet niet, het sociale mis ik niet per se. Omdat ik in het weekend ook al gewoon genoeg sociale dingen heb. En ja, door de week zie ik eigenlijk ook wel gewoon mensen. Dus dat hangt niet echt af van mijn studie, wat ik wel fijn vind. Dus ja, dat mis ik niet per se. Maar ik had wel aan het begin dat ik soms een beetje dacht van... oké, ik moet wel een manier vinden om niet alleen maar thuis te zitten. Want dan ja, voelt het net als lockdown en dat willen we niet. Dat is een beetje mijn ervaring tot nu toe. Ik ga lekker in mijn bedje liggen. Misschien een serie kijken, ik weet het nog niet. Ik heb de laatste tijd niet echt leuke series of zo. Ja, let's go naar mijn bedje. Anne heeft gekookt. Het was zo lekker. Ja. Het was zo lekker. Toscaanse maaltijd. Floor!
De rest van de avond heb ik eigenlijk gewoon lekker film gekeken. Gewoon lekker een chillavond. En ja, dat was het wel voor vandaag. Ik hoop dat jij deze video leuk vond om naar te kijken. Heel erg bedankt voor het kijken. En als je tot dit punt van de video bent gekomen, laat een hartje achter in de comments. Echt heel erg bedankt. En ja, hopelijk zie ik jou volgende week weer bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Doei doei!